11e lichtstralen vrucht uit de gevangenis van Dennis Lee. Deze uiteenzetting is een pleidooi tegen ongelovigheid en absolute verlogenerij. Ook is dit ons werkelijk pleidooi in deze gevangenis. Want dit is het enige waar wij ons aan wijden. Deze uiteenzetting is een vrucht, een aandenken en het resultaat van 2 vrijdagen in de gevangenis van Dennis Lee. Saïd Nursi, vruchten van geloof in de naam van Allah, de Erbarmer, de meest barmhartige. Volgens het bericht en het geheim van het vers, daarom verbleef hij een aantal jaren in de gevangenis, 12:42, is Jozef, VMH, de kroon der gevangenen. Hij heeft de gevangenis veranderd in een leerschool, waardoor de gevangenis ook wel leerschool van Jozef wordt genoemd. Daar de Risale-i-Noor studenten in grote aantallen voor de tweede keer in deze leerschool terechtkomen, moeten zij enkele onderwerpen uit de Risale-i-Noor, die daarin worden bewezen en betrekking hebben op de gevangenen, in het kort met de gevangenen lezen en onderwijzen opdat zij volledig tot bezinning kunnen komen. 5 of 6 van deze vraagstellingen zullen wij uitleggen. De eerste vraagstelling zoals in het vierde woord. Het vierde woord is gebundeld in het boekje, korte woorden, uitgelegd. Onze Schepper schenkt ons elke dag een vermogen in de vorm van 24 waardevolle levensuren. Zodat wij met dit vermogen de zaken kunnen aanschaffen die wij voor beide werelden nodig hebben. Wanneer wij niet 23 uur aan dit kort wereldse leven en 1 uur, wat voldoende is voor de 5 dagelijkse gebeden, besteden aan het eeuwige leven in het hiernamaals, dan kun je nagaan wat voor een onverstandige fout wij begaan. Als gevolg van deze fout zullen wij innerlijke en geestelijke kwellingen ervaren en vanwege deze kwellingen zullen wij ons fatsoen verliezen en hopeloos ons leven voortzetten. In plaats van het opdoen van fatsoen zullen wij ons fatsoen verliezen en zal je begrijpen wat voor groot verlies wij zouden lijden. Maar wanneer wij nu 1 uur besteden aan de 5 verplichte gebeden, dan kan elk uur die wij in deze gevangenis en onder deze omstandigheden doorbrengen dezelfde verdiensten opleveren alsof we de hele dag met godsdienstuitoefeningen bezig zouden zijn geweest. En een voorbijgaand uur kan vele eeuwige uren opleveren. En innerlijk en geestelijk verdriet en kwellingen zullen deels voorbijgaan. Het zal een vergoeding zijn voor de fouten die tot deze gevangenschap hebben geleid. Zo kunnen we de nodige opvoeding krijgen, waar deze gevangenis ook voor bedoeld is. Denk er maar eens over na wat voor een waardevolle beproeving en les en wat voor een troostvol onderhoud met je lotgenoten dit is. Zoals in het vierde woord is uiteengezet, als iemand van de 24 goudstukken 5 of 10 goudstukken uitgeeft aan een loterij waar 1000 mensen aan deelnemen en van deze 24 goudstukken niet 1 goudstuk uitgeeft aan een lot voor de eeuwige schatten, ondanks dat in de wereldse loterij de kans om te winnen 1 op de 1000 is, omdat er nog 1000 anderen aan de loterij meedoen, terwijl met uitspraken van 124.000 profeten en waarnemingen door ontelbare oprechte berichtgevers onder de heiligen en vromen wordt bevestigd dat voor de gelovigen, die op een goede manier hun leven volbrengen, in de loterij van het lot de kans om te winnen 999 op de 1000 is. Dan kun je vergelijken hoe ver het staat van het verstand om te rennen naar de wereldse loterij en weg te lopen van de hiernamaals loterij. Hieruit kunnen we concluderen dat de directeuren van de gevangenissen, de bewakers en voorzeker de volksvertegenwoordiging en veiligheidsdienst met deze les uit de Risale-i-Noor tevreden moeten zijn. Want uit vele ervaringen weet men dat het slijden en beschermen van 1000 gelovige personen, die op elk moment van de dag vrezen voor de gevangenis in de hel, vele malen gemakkelijker is dan dat van 10 ongelovige en niet biddende personen die alleen deze wereldse gevangenis vrezen, niet weten wat haram, het verbodene, of halal is en die deels gewend zijn niets te doen en alleen maar rondhangen. 11e lichtstraal 1.